Welkom bij weer een nieuwe NEC-update, dat op maandag. En dan voor de tweede keer de voorbeschouwing op FC Groningen. En dat na de gestaakte wedstrijd van afgelopen zaterdag. 18 minuten waren er gespeeld en toen belandde dat bierglas tegen de grensrechter aan. Dat betekent einde wedstrijd. En die wordt morgen dinsdag om 3 uur hervat. Ja, is toch bijzonder. Zo'n korte tijd. Kun je dan nog wel zo'n ploeg opladen? Rogier, Groningen is best leuk, maar 2 keer in 4 dagen is misschien wat veel. Dat zou ik normaal zelf niet zo plannen, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wat het is. En uiteindelijk zijn de regels gevolgd de afgelopen zaterdag. En komt dat dan uit dat we morgen weer spelen. Dus dan maken we ons klaar voor morgen. Ja, hoe ga je daarmee om eigenlijk? Zo'n ploeg, je focust je op je wedstrijd. Nou, die wordt dan gestaakt. Dan moet je weer naar huis en dan moet je na 3 dagen je weer opladen. Nou, ik vind dat je daar niet te veel over moet zeuren. Zo ga ik ermee om, hè. Want hoe meer je erover hebt, hoe groter het ook een item wordt, zeg maar. Dus daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. En uiteindelijk, na zaterdagavond, na 18 of 19 minuten, dan valt er ook een stuk concentratie weg. Hè. Dus dat is ook logisch. Gisteren waren we vrij, vandaag hebben we getraind en morgen moeten we er staan. Ja, het was toch een bijzonder moment daar zaterdagavond na die 18e minuut. Directeur Wilkom van Schaik zat natuurlijk ook in het stadion. Wat dacht hij? Nou, ik zeg tegen Carlos, we gaan even naar binnen. Hij zei, dat kan wel eens heel lang worden, want de grens is geraakt. En daar staat dus een andere straf op. Dus ik had het niet eens door dat hij geraakt was. En ik denk, daar gaan we weer. Dat is toch wel heel teleurstellend voor het Nederlands voetbal. Ja, teleurstellend, maar kun je erin vinden als algemeen directeur van een BVL? Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, dit soort excessen in stadions moeten we uitroeien. We zijn veel te lang coulant geweest met z'n allen. Ik ben al 12 jaar werkzaam met voetbal, dus ik kijk ook mezelf aan. Spreekkoren, discriminatie, het gooien van bier. Dat is veel te ver gegaan. En ik denk dat het te maken heeft ook met een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen voetballen. Onze maatschappij heeft geen respect meer voor een politieagent of voor een leraar. En er is heel veel bij de mensen neergelegd in de laatste 30 jaar. En ik denk dat we vanuit de politiek toch weer een straffe hand in Nederland moeten hebben. Anders gaat dit land gewoon ten onder. En dat zie je ook in het stadion. We zijn te makkelijk geweest. Dit is een regel, klaar en houden we ons eraan. Ja, je hebt natuurlijk nu wel kennis over de uitslagen van afgelopen weekend. En dat betekent dat als je die 3 punten pakt, je plek 8 staat. Nee, ja, dus dat is nog een voordeel uiteindelijk wat we aan het weekend hebben overgehouden. Ja, je ziet gewoon dat veel ploegen het op dit moment lastig hebben, hè, die rondom plek 8 spelen. De uitslagen zijn gunstig voor ons, mits je zelf wint. En dat is dan ook het allerbelangrijkste wat we morgen doen en hoe. En met mooi voetbal zou mooi zijn, maar we moeten gewoon winnen. En iets waar je niet over druk hoeft te maken is de opstelling, want die moet hetzelfde zijn. Ja, dat is wel makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar uiteindelijk... volgens mij alleen bij ziek of blessure kun je iemand wisselen. Nou, dat hoeft niet, want iedereen is fit. Die zaterdag geëindigd is. Dus we starten met hetzelfde. Waarom om 3 uur 's middags, vraag ik me dan af. Pak je wedstrijd om 6 uur. Is iedereen lekker thuis? Kunnen ze toch de wedstrijd bekijken? Want er mogen geen supporters bij zijn. Nee, dat heeft toch te maken met de lokale overheid. Er komt de Koningsnacht aan, Koningsdag. S'avonds heb je weer meer politie nodig. Dus ik denk dat de lokale overheid daar rekening mee heeft gehouden. Dat dit is de enige mogelijkheid die geboden is. Wij hebben daar niet veel, eigenlijk niks in te zeggen gehad. Anders dan dat wij onze wensen op tafel hebben gelegd. Nou, die lagen wel op een avond en die lagen ook een aantal dagen later. Alleen de lokale overheid heeft dit beslist. De KNVB moest dit overnemen met het competitiebestuur. Dus ja, het is zoals het is. We kunnen er niks meer tegen doen. Ja, en dan hebben we weer lege stadions. Ik dacht dat we die eindelijk eens een keer achter ons hadden gelaten. Ja, nee, dat is ook een bijkomstigheid. Hè. Op een gek tijdstip, dinsdagmiddag 3 uur in een leeg stadion. Alleen, ja, wat ik net ook probeerde te zeggen, ja, daar mogen we ons niet door laten afleiden. En al die randzaken, ja, dat zou allemaal vervelend kunnen zijn of lastig. Maar morgen staan we daar, dus moeten we maximaal leveren. Dat het niet ideaal is, natuurlijk. Alleen, wat ik al zeg, niet zeuren, maar spelen. Gelukkig ook heel veel leuke dingen nog te melden, want vanaf vandaag is de hele week de Stevenskerk in de kleuren van NEC, het rood, zwart en groen. Bijzondere locatie, bijzondere plek met bijzondere dingen en je seizoenkaart kun je verlengen. Ja, we hebben een feestweek, zo mag je het wel noemen, een week krupen in de Sint-Stevenskerk. We hebben net de sleutel gehad. Sint-Stevenskerk wil dat wat vaker doen met grote partijen in de stad en wij zijn de eerste. En we mogen een week hier werken. Een fanshop hebben, een museum hebben, een foto-expositie. En voor alle doelgroepen. We hebben de kids, we hebben de ouderen, we hebben onze seizoenkaarthouders en onze bisschopleden. En die komen op allerlei events langs. Dus
ja, een kathedralische uitstraling, een icoon van de stad, is de Sint-Stevenskerk. En ja, dat wij daar mogen werken en onze ja, supporters en achterban mogen ontvangen, is echt geweldig. Ja, dit was hem dan weer, de NEC-update voor vandaag. We zijn er deze week nog een paar keer meer. Morgen de wedstrijd om 3:00. Ik kan me voorstellen dat je gewoon moet werken. Gelukkig is Eraan Zeven er gewoon bij met de radio. Dus je kunt gewoon inschakelen via de radio, de website eraanzeven.nl. Dan de radio live luisteren. Dan zorgen we dat je er niks van hoeft te missen, het restant van de wedstrijd. En we zijn er woensdag weer met een nieuwe update. Met dan ook leuke beelden nog vanuit de Stevenskerk. Graag tot dan.